Een nieuwe kijk op Urk met 12 historische foto's. Tiemen Roos van Erfgoed Urk is opgetogen over de opnames die sinds kort op de website staan van het Nederlands Instituut voor Militaire Historie. Roos kent de geschiedenis van zijn dorp en herkent wat er te zien is. Te beginnen op de oudste foto van rond 1920, met daarop nog het interneringskamp. Ja, dat is hier. Dat interneringskamp is in de Eerste Wereldoorlog gebouwd. Daar werden dus Belgische en Franse militairen zijn daar opgesloten geweest, die vluchtgevaarlijk waren. Die over de Nederlandse grens waren terechtgekomen toen Duitsland met Frankrijk en België in oorlog was. Ja, het is waarschijnlijk op een maandag, want je ziet hier ook allemaal wasgoed liggen. Dat ligt hier te bleken. Hier, de kaap staat er nog. Nou, die is in 1923 afgebroken. Dat was een restant van de VOC-tijd. Toen de kerkje aan de zee herbouwd werd in 1786. Dus dit moet rond 1920 zijn? Ja, dit is rond 1920. Dus voor 1923, want die kaap staat er nog. En dus, nou ja, in of net na de Eerste Wereldoorlog. Want dat kamp is in 1916 gebouwd. Dus in die tijd is het. En daarboven zien we de weilanden, de landerijen van ja, heel mooi, want dat is nog van voor de ruilverkaveling uit 1934. Hier zie je het hooiland. Dat zijn die grote kale stukken. Daartussenin had je heel drassig land. Dat is nu nog steeds waar de akkers nu liggen, daar verzakt het vaak. En de herenkampen zo hier, de Nink. Dat was heel een beetje moeras, drooggelegd moeras. De koeien staan er geloof ik zelfs op. Ja, je ziet hier zelfs de koeien nog lopen. Nou, mijn eigen grootvader die had koeien op Oud-Urk. Dus misschien lopen zijn koeien er ook nog tussen. Een iets latere foto dateert uit de jaren 30. In de plek van de interneringskamp staan nu twee rijen huizen. Die zijn eind jaren 20 gebouwd. Een van die huizen is door mijn grootvader gebouwd, hè, toen hij trouwde in de jaren 20. Mijn moeder is daar in 1940 dan geboren, maar die was een van de jongste kinderen van een gezin van 11. Dus. En we zien hier over dat hooiland waar ik het net over had, daar loopt opeens een weg. De landweg werd die door de boeren genoemd. De Urkers zelf, die geen boer waren, die hadden het over de Zwarte Weg, want het was van Sintels was dat gemaakt. Die is met de ruilverkaveling, toen dus het Urker Hooiland, wat vroeger onverdeeld was, verdeeld is geworden onder de boeren in de jaren 30, is die weg aangelegd om dat gebied te ontsluiten. Dus die weg is van 1935. En je ziet hier ook waar nu de oud-gereformeerde kerk staat en het gemeentehuis staat hier. Dat was ook voor de uitbreiding toen richting het land. Het wordt langzamerhand bebouwd. In de jaren 30 begint langzaam de inpoldering rond het dorp. En hier heb je de Meeuwendam, waar de Urkert Jachthaven nu is. En hier is dan later de sluis gekomen met het gemaal. En dat is dan het begin van de dijk naar Kampen. Wat nu de Domineesweg is. Die loopt hier langs, ja. Dit is alweer een fase verder, hè? Ja, dit is wel bijzonder. Want hier zie je dus dat de dijk naar Kampen eigenlijk afgerond is hier. Maar hier zie je een grote bouwput voor de sluis, de Urkersluis en het gemaal. Die zijn hier in de oorlog, zo rond 1940, net voor de oorlog, net in de eerste jaren van de oorlog, is dat allemaal, moest nog afgerond worden. Die put is ook een keer weer volgelopen toen ze aan het bouwen waren. En het bijzondere is dat het Urker gemaal, wat hier dus gebouwd is gemaal in de oorlogsjaren, gemaal Vissering, dat heeft eigenlijk nooit meegeholpen om de Noordoostpolder droog te maken. Een groot gebouw lijkt op het gemaal Vissering, maar Tiemen Roos weet beter. Dit is gebouwd in de jaren 20 als sigarenfabriek om te zorgen voor vervangende werkgelegenheid op Urk. Dat was in de crisistijd. Nou, dat is een mislukking geworden. Er was een kamper sigarenbedrijf die daar dan aan meegedaan heeft. Maar goed, dat project is mislukt. Dat pand is later in gebruik genomen door gemeentewerken. De brandweer heeft er nog gezeten. En de eerste Urker elektriciteitscentrale. Tiemen Roos kan genieten van de fotocollectie. Mooie foto's. Ja, zijn het mooie foto's? Ja, en heel scherp. Dat valt me wel op. Hier zit wel weer avonden studiewerk in voor Erfgoed Urk. Nou, wij vinden dit fantastisch. Ja, dat die nu boven water gekomen zijn. Want er waren wel foto's uit die tijd, maar die waren best wel vaag. En deze zijn heel mooi.